De Hebreeënschrijver begint zijn brief met een kraakhelder statement. De profeten hadden voor de komst van Jezus slechts een glimp van God opgevangen. Zelfs al die glimpjes bij elkaar gaven nog geen duidelijk beeld van wie God echt is. Gods openbaring in Jezus is daarentegen volledig, definitief en slechts voor één uitleg vatbaar. En dan schrijft hij in vers 3: de Zoon is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. Het Griekse woord voor afdruk is charakter. Letterlijk betekent het een exacte afbeelding. Het karakter van God wordt zichtbaar in Jezus. Hij is de volmaakte belichaming van Gods karakter. Nu weet je zeker hoe God is. Je zou kunnen zeggen, Jezus is de enige foto die we van God hebben ontvangen. Zoals op die foto zal hij altijd en eeuwig zijn. Je kan ook zeggen, door zijn leven heeft Jezus het enige juiste portret van God geschilderd waarover wij nu beschikken. Als je naar Jezus kijkt, zie je iemand die melaatse lammen en blinden een hand toesteekt door ze te genezen. Iemand die radeloze mensen moed inspreekt en visie geeft op het koninkrijk van God. Iemand op wie je aan kunt. Iemand die je nooit laat vallen, sprekend zijn Vader. Nu weet je zeker hoe God is. En je mag weten dat hij nooit meer zijn gezicht van je afwendt. Al ga je de mist in, ook al faal je, al bid je nog zo oppervlakkig, al schaam je je en gaat alles mis, God keert zijn gezicht niet van je af. Nooit. Hij blijft met ogen vol van liefde naar je omzien. Kun je dat geloven?